Welkom bij het Provinciaal Domein. Er zijn heel veel positieve reacties op de OeWIST-campagne van onze provincie. En daarom komen er nieuwe initiatieven. En welke precies? Dat zullen we vragen aan onze gedeputeerde, Mirjam van Lerbergen. Gedeputeerde, de OeWIST-campagne. Veel mensen hebben er al over gehoord. Maar voor zij die toch nog gemist hebben, waarover gaat het precies? Wel, die OeWIST-campagne is eigenlijk bedoeld om de mensen wakker te schudden. Om duidelijk te maken dat men in West-Vlaanderen heel dikwijls uit beleefdheid vraagt OeWIST. En dat iedereen altijd zegt goed. Maar dat is helaas niet zo. En het is eigenlijk een oproep naar de mensen om luister naar elkaar, zorg voor elkaar. En denk eraan, er zijn heel veel mensen die zich niet zo goed voelen in West-Vlaanderen. Ja, dus durf eens vragen OeWIST. Ja, dat klopt. En vooral durf eens blijven staan en luister naar een probleem, bijvoorbeeld. Wat we nu doen, is heel dikwijls ervan uitgaan, ah, het is allemaal goed, we doen weer door. Maar de mens die met een probleem zit, heeft eigenlijk nood aan een luisterend oor. En dat is wat we moeten leren met z'n allen. En naar wie richt de campagne zich dan? Wel, eigenlijk naar alle West-Vlamingen. Wij staan nogal gekend voor zwijgzame doeners. Hè. En dat betekent dat wij hier, minder dan elders misschien, de tijd nemen om te luisteren naar elkaar. En denk er ook altijd aan, het kan vandaag iemand zijn die je kent, maar morgen kan je zelf in de problemen zitten. Dus het praten met elkaar is zoveel belangrijker dan op tijd naar Facebook kijken. Dat is duidelijk. En over Facebook gesproken, ook de jongeren die worden bereikt. Dat is juist en dat is een heel bewuste keuze, omdat net bij de jongeren heel duidelijk is van de eenzaamheid is bijzonder groot, de problemen zijn ook al niet klein en ik denk dat vooral jongeren, hoe vroeger je het leert, hoe beter natuurlijk, dat zij in het leven moeten staan van ik ben misschien gelukkig, maar ik kan misschien iemand anders gelukkiger maken. En dat betekent dat je moet praten met elkaar en luisteren en dat mensen zich niet alleen mogen voelen met een eventueel probleem. Dus jullie gaan de festivals doen, heb ik begrepen. Hoe zit dat dan? We starten in Oostende met Schools Out. We gaan dan ook naar Cactus, we gaan naar Dranouter. En het laatste is Leffingen-Leuren. En daar gaan we eigenlijk zelf naar de jongeren toe. En daar gaan we proberen om mensen met elkaar te laten praten. Het klinkt zo simpel, maar we doen het echt niet. En er is ook een kustoer. Ja, dat klopt. Wij gaan waar heel veel mensen samenkomen en deze zomer, waar kan je beter zijn dan aan de kust? En ook daar gaan wij proberen duidelijk te maken aan de mensen. Geniet niet alleen van de kust, maar praat ook met de mensen die je tegenkomt. Ja, en dat doen jullie allemaal met deze caravan. Ja, deze caravan is heel belangrijk. Eerst en vooral omdat het zou opvallen natuurlijk. Ten tweede omdat OeWIST is echt iets wat mensen herkennen. Want wij moeten natuurlijk wel maken, en dat is toch de bedoeling van deze campagne, dat mensen daarover nadenken. En dus steeds als dit in het beeld komt, dan ga je eigenlijk mensen wakker schudden. En dat is de bedoeling. Gaan we eens binnenkijken? We zullen wel doen. Oké. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Ja, gedeputeerde, het is echt wel belangrijk dat die OeWIST-campagne er is, want de cijfers die liggen er niet om. Hè. Wel, die liggen er niet om en het is vooral zo dat wij de slechtste cijfers van heel Europa hebben. Dus de provincie West-Vlaanderen scoort het slechtst op vlak van zelfdoding van heel Europa. Dit zegt ons wat. Ja, en welke cijfers zijn het dan precies? Wel, de cijfers zijn dat er gemiddeld 3 zelfdodingen per dag zijn, nog 10 pogingen ook. En dat betekent ook dat wij bijvoorbeeld het dubbele zijn van Nederland. Het is echt niet goed. En dat betekent dat je daar even moet bij stilstaan en dan kijken wat kunnen we doen. Vandaar deze OeWIST-campagne. Ja, en er is niet alleen de OeWIST-campagne, want er is ook een heel bijzonder project in de Houthulst, hè? Ja, dat klopt. Het is zo dat wij enige tijd geleden is er een actiegroep geweest die plots een 400-tal witte zerkjes heeft neergezet, eigenlijk in een open
plek in de Westhoek. Maar die stonden daar in een watergevoelig gebied, dus wij konden die daar niet laten staan. Maar uit respect voor deze actiegroep, want tenslotte stonden daar ook echt wel namen op van echte mensen die door zelfdoding er niet meer zijn, hebben wij gezegd, wij moeten dit een echte plek geven ook. Vandaar dat wij uitgekomen zijn in Houthuls op het kerkhof, waar wij een vaste herdenkingsplek zullen maken, met ook een toch wel heel veelzeggend kunstwerk. Ja, en wie maakt er dan het kunstwerk? Wel, het kunstwerk is van Bodhi. De mensen kennen hem van Studio Brussel als Brigang. Hij heeft ook ons whistlied gemaakt. Hij is heel betrokken, hij is jong. En hij zal daar alles in steken, zodat mensen daar ofwel tot rust of een boodschap kunnen geven aan mensen die jammer genoeg iemand op deze manier hebben verloren. Dus je zal er zelfs een briefje kunnen achterlaten. Ik denk dat dit heel bijzonder en heel belangrijk wordt. Oké, dankjewel gedeputeerde. En dan ga ik nu eens gaan praten met Brigang in Houthulst. I am flesh and I am bone, rise up ting ting like glitter and gold. I got fire in my soul, rise up ting ting like glitter. Like glitter and gold. Like glitter. Brigang, jij zal een kunstwerk maken hier op deze begraafplaats in Houthulst. Hoe zal het er precies uitzien? Het is eigenlijk een zeer groot project geworden. Het is een monument die bestaat uit 3 tuinkamers. Als je het monument betreedt, bewandel je eigenlijk de 3 tuinkamers totdat je binnenkomt in de kern. Daar zijn brievenbussen voorzien voor mensen die een laatste boodschap willen posten aan de overledene. Een symbolisch gebaar. Daarnaast zijn er ook zitelementen voorzien waar je eigenlijk tot rust kan komen en met mede mensen kan spreken over het delicate thema. En dat dient als ontmoetingsplek een beetje. Ja, en wat is dan de symboliek ervan? De symboliek van het werk is eigenlijk dat je moet er naartoe wandelen en het komt eigenlijk op je pad terecht. En je kan beslissen om erin te gaan of eraan voorbij te wandelen. En dus, net zoals zelfmoord ook onvrijwillig op je pad komt en dat je er ook kan beslissen van ik ga erover babbelen en erover over het thema spreken. Dat is toch wel belangrijk ook in de West-campagne. Ja, oké, heel sterk. En je doet het niet alleen, hè? Ja, nee, inderdaad. Ik heb de opdracht gekregen, maar ik heb samen gekozen om samen te werken met Kobe van den Bergen. Die is ook beeldhouwer, maar ook schrijnwerker. En Olivier Houtas, ook beeldhouwer. En daarnaast ook architect. Dus hij heeft alles uitgetekend. En voor de aanplanting na de werken verzorgt de provinciale tuinbouwschool dus dat alles terug aangeplant wordt. En die zullen gras zaaien en verder werken. Ja. Ja, je bent bijna afgestudeerd als beeldhouwer. Hoe blij ben je dan met zo'n kans? Ja, dat is fantastisch hè, dat ik zo'n kans krijg. Dus ik grijp dat met al mijn macht. Ja, en het is niet de eerste keer dat je zoiets doet voor de Oewist-campagne, want vorig jaar heb je zelfs nog een lied gemaakt, Oewist, met een heel sterke tekst. Hoe was dat? Ja, dat was ook fantastisch, want naast beeldhouwer ben ik ook dus muzikant en maak ik West-Vlaamse hip-hop. En ja, voor mij was dat super, want ik als West-Vlaamse rapper ben sowieso bezig met mijn gevoelens te uiten en dat op papier te zetten en daarmee naar buiten te komen. Eigenlijk te spreken over hoe dat het is met mij. Dus ja, vandaar die link ook naar die West-campagne. Dat voelde wel heel natuurlijk aan om zoiets te doen. Hoe voel je je nu? Zie je content? Ligt er al zand over eit dat verwerkt? Of zit er nog een stukje gevoel in de klem? Durf je niet te zeggen, zeg het min, ik zeg het hem. En er waren ook workshops, slam poetry. Hoe was dat dan weer? Dat was intensief ook. We hebben er al zeer veel gedaan. Er komen er trouwens nog in september en oktober. Wat dat we daar deden, is eigenlijk uitleggen hoe dat wij als West-Vlaamse rappers onze gevoelens op papier zetten aan een klas. En de bedoeling is dat zij dan ook zelf een tekst gaan schrijven en zeggen hoe dat is met hun er in een rapvorm. Dat dan van vooraan in de klas gaan doen. Dat was zeer ook frappant op sommige momenten. Zo, dan er wel zo dingen werden gezegd in de klas die normaal niet werden gezegd. Waardoor dat je wel een bepaalde sfeer kreeg in de klas. Zo van, daarom ben je alle week zo stil. En
dat was wel mooi om te zien dat dat ook zijn doel bereikt. Ja. Je bent er nu al een tijdje betrokken bij die OEST-campagne. Hoe nou ben je nu betrokken ook met het thema dan, met zelfdoding? Door met die campagne mee te werken, ben ik er meer ook bewuster gaan over nadenken en dat het wel zeer aanwezig is ook. Maar zelf direct betrokken eigenlijk nog niet gelukkig. Oké. En wanneer komt het kunstwerk er nu? Het kunstwerk komt er begin of eind oktober zal het klaar zijn. Dus volgende week starten de werken. Spannend. Ja. Oké. Dankjewel, Boudy Verleijen of Brigang. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het Provinciaal Domein. Elke aflevering kan je natuurlijk herbekijken via westvlaanderen.tv. En dan hebben we nu nog een tip. Brigang daagt jongeren uit om hun gevoelens te uiten via slam poetry. Wil je in je school een workshop organiseren? Schrijf je in op onze website. Tijdens de zomermaanden is OEST te gast op festivals als School is Out in Oostende, Cactusfestival in Brugge, Dranouter en Leffingen-Leuren. Ook in de kustgemeenten kan je de caravan zien opduiken. Kom gerust langs voor een babbel.